Tijd voor de derde en laatste etappe van ons eigen sterke verhaal, Dakar in de polder. Een driedelig avontuur dat een impressie geeft van een 1000 kilometer lange offroad monsterrit dwars door Nederland. Dit keer met twee dames als deelnemer op de Africa Twin en Africa Twin Adventure Sports DCT. En uiteraard onze eigen gids Jan Kremers voorop met de Honda NC. En de route loopt deze keer van Ommen naar Slagharen. Ik zeg, we zijn er klaar voor. Ik ben Anne van Os, ik ben 27 jaar en in het dagelijks leven ben ik jeugdzorgwerker. En ik kom uit Wijk bij Duurstede. Ik ben Dinkie Roodbergen, ik ben 26 jaar, ik kom uit Enschede. En in het dagelijks leven ben ik tekenaar, constructeur, productontwerper. Nou, ik heb best wel veel met motorrijden, ik ben ermee opgegroeid. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk heel veel film, alles wat met twee wielen te maken heeft, zet ik op camera en dat gaat online. Ja, motorrijden is echt wel een passie van mij. Ik doe het heel veel, woon-werk rijd ik eigenlijk standaard met de motor. En motorvakanties probeer ik om het jaar wel te doen. En sinds kort heb ik een enduro motor gekocht om toch een beetje het onverharde op te gaan zoeken. Oké, genoeg motorliefde dus bij de dames. Daar kunnen sommige heren nog wat van leren. En de route vergt ook zeker wat liefde. Liefde voor zand wel te verstaan. Want daar krijgen de dames een hoop van voor hun kiezen vandaag. Tussen. Mijn off-road ervaring is eigenlijk niet heel veel. Wij hebben wel een enduro motor gehad. Alleen die is helaas gestolen, dus daardoor was het off-road rijden weer een stuk minder. En ik probeer dan de NXT50 klaar te maken om ook off-road mee te gaan rijden. Maar dat lukt niet altijd. En voor de rest heb ik hier en daar wat elektrisch gecrossed en dat soort dingen. Nou, zo heel veel off-road ervaring heb ik nog niet. Wel een klein beetje, maar de eerste OTR wil ik nog gaan rijden. Dat, daar stopt ook mijn ervaring. Nou, daar gaan we vandaag wat aan doen dus. Want het offroad rijden in Nederland blijft bovenal toch een fantastische ervaring. En je moet er echt wel wat voor kunnen. Maar blijf vooral ook om je heen kijken. Ik vind het tot nu toe super vet. Ik vind het echt heel leuk om te doen. En je zit echt tussen de weilanden, tussen de koeien, in het bos, overal. Dus het is echt heel leuk om dit zo mee te maken. In deze etappe heb ik al veel meer meegemaakt dan dat ik op mijn eigen motor heb gezien. Heel veel zandwegen, heel veel stof. En het is heel wisselend. De ene keer open landschap, volgende keer een bospad. Heel uitdagend. Ik heb heel veel meegemaakt vandaag. Het was mullenzand, bos, tussen de koeien door. Het was echt heel gaaf. Ja, de route van vandaag is super afwisselend. Dus er zijn zoveel stukken bijgebleven, maar echt de smalle bospaden, dat vind ik wel het meest mooie, indrukwekkende. De zandbaan is iets minder mijn ding. Ik merk wel dat het is gewoon een kwestie van gas geven. En dat als je vermoeider wordt, dan is dat wel lastiger. Maar ik worstel me er doorheen. Oké, worstelen zal je, want we hebben na zand ook nog wat bos in petto voor de dames. Maar onze deelnemsters slaan zich er fantastisch doorheen, waardoor we ons bij voorbaat al moeten schamen voor de volgende stelling. Adventure rijden is echt helemaal niks voor dames. Nee, dat slaat nergens op. Zelfs dit kleine meisje kan op zo'n grote Africa Twin rijden. Ja, dat kan makkelijk. Adventure rijden is zeker wel iets voor dames. Het is hartstikke uitdagend. Waarom zou een dame het niet kunnen? Net zo goed als de heren. Ja, die twins, zoals ik eerder al zei, we zitten nog een beetje te worstelen met schakelen en het doen. Maar ik merk dat het steeds beter gaat. En dat het gaat automatisch, maar ook meer op het moment dat ik het verwacht. Ja, ideaal. Voor dit zeker. En dan, ik dacht van, oh jee, zo'n grote Afrika Twin.
Ja, dat ga ik niet durven, maar dat gaat hartstikke goed. En zeker omdat je niet hoeft te schakelen, dan is dat, ja, dat gaat zo makkelijk en zo fijn. Alleen het keren vind ik nog een beetje spannend, maar dat komt omdat hij heel zwaar is. Dan maar rijden en vooral niet stilstaan en keren in het laatste stuk. Nog even genieten van de laatste stofwolken van deze etappe. Vandaag stop. Goed weer erbij. Eén buitje had niet gehoeven, maar goed, dat maakt het ook wel echt een Dakar. Ja, leuk. Ja, ik vond de dag echt super vet. Het was echt heel leuk. Ja, ik heb echt genoten en dit is echt wat ik wil. Gewoon lekker door het bos rijden, lekker bij het spelen. Fantastisch.